Het geluid van Zuid, door Jan Oudenaarden. Ha Jan. Hey Chantal. Hallo. Nou, gaat het? Ja. Wat wou je zeggen? Schraap even de keel. Wat wou je zeggen? Wrijf even de soep uit je ogen en ga. Wat wou je zeggen? Nou, niks. Ik wou Hallo, dat zeggen. Wou ik zeggen. Hi. Ja, dan gooi je weer tussendoor. Nou, vorige week, Chantal, hadden we het rond deze tijd en voor dezezelfde microfoon over de toestanden bij Feyenoord. Hè, waar leugen en bedrog hoogtij vieren. En een dag later, dinsdag, barst pas echt de bom. En toen werd op een extra persconferentie bekendgemaakt dat de samenwerking met het bouwbedrijf BAM voor de verbouwing van de Kuip werd gestopt. Ja. Ja, weet je wel, dat heb je gezien. Ja, nou ja, wij hebben het hier ook uitgezonden. Ja. En die persconferentie was behoorlijk tenen krommend, vond ik. Want er begon al met de manager communicatie die de verslaggever van Rijnmond al vragen wilde laten stellen voordat de president-commissaris zijn verhaal had gehouden. Ja, en dat het proces met BAM werd gestopt was nauwelijks verrassend. Al zei de president-commissaris dat de voortgang nu zo'n 2 à 5 jaar vertraging zou oplopen. En dat is wel een erg ruime marge. Dat vond ik wel verrassend. Mm-hmm. Ze gaan ook evalueren, zei hij. En daarbij zullen we niemand sparen, zei hij ook nog. Maar daarover is nog geen nieuws. Dus kennelijk gaat dat met hetzelfde slakke tempo. En zo moeilijk kan het toch niet zijn, hè? Opzouten, zou ik zeggen. Of op z'n Rotterdams optieven. En daar sta ik zeker niet alleen, Chantal. Want Sjoerd Morsou in het AD, die schreef, en ik citeer: er moet een onbesmet clubje mensen aan het stuur komen te staan met visie en draagvlak en met normale communicatieve vaardigheden. Tot die tijd is elke missie kansloos. Einde citaat. Dus met andere woorden, nu is het precies tegenovergestelde. En Mark Hoogstad, de politiek verslaggever van het AD, die schreef: enkele hoofdrolspelers moeten plaats maken voor een jongere generatie met een frisse blik. Vers bloed is dringend gewenst. En ook Martijn Krabbedam in de VI en Paul Onkenhout in de Volkskrant zijn vernietigend in hun oordeel. Ze hebben het wel gehad met de directie. En zo hoor je het ook eens van een ander. En niet alleen van mij. En ook in de politiek is de maat vol. Nou, later die dinsdag was er een mooi extra programmaatje over de Kuip bij Rijnmond, met een glansrol voor oud-burgemeester Peper, want die liet zich geen oren aannaaien. En die was niet vergeten dat de directeur Gudde en Van Merwijk de Kuip afserveerde als een roesbak. Nou, dat is natuurlijk een regelrechte leugen, want TNO-onderzoek uit april 2014 heeft uitgewezen dat de levensduur van de Kuip ongelimiteerd is. Met andere woorden, is minimaal 50 jaar nog wel. Ja, dat kan je gewoon vergelijken met de Eiffeltoren, die is nog veel ouder. En die blijft gewoon staan. En bij de sportclub Feyenoord, dat is de amateurtak van het geheel, moet natuurlijk ook wel duidelijk zijn dat er alleen nog maar aardig tegen hen wordt gedaan met dat geslijm over de Feyenoord-familie, omdat ze het merendeel van de aandelen van het stadion bezitten. Het wordt tijd dat ze zich net als de overige aandeelhouders afkeren van de liegers en bedriegers in het Maasgebouw. Meer dan een mooie commissarispost voor meester Kees Olté zit er toch echt niet in. Ja, Chantal, dan hoor je de chef sport hier vaak zeggen dat nieuwbouw meer geld genereert, waardoor het de club beter zou gaan. Hè? En als ik dat hoor, moet ik altijd aan Sparta denken, de club van de chef sport. En daar gaat het sinds de afspraak van het stadion alleen maar slechter. En je hoort ook vaak dat het publiek bij Feyenoord de sfeer maakt en die nemen ze gewoon mee naar een nieuw stadion. Dat is dan ook weer een argument voor nieuwbouw. En in dat kader wil ik wijzen op een citaat uit het Rotterdams Nieuwsblad van 18 juli 1938, dus wel een tijd geleden, maar dat heeft niets aan kracht en actualiteit verloren. Ik citeer: er schijnt van het stadion op de massa een soort magische kracht uit te gaan. Want alles wat daar wordt georganiseerd trekt de mensen in duizendtallen tot zich. En niet andersom. Chantal, dit was hem weer. Tot een volgende keer. Jan, dankjewel.